Goedenavond. Zo, ik ga eerst weer de zoektocht aan om mezelf te vinden. Het is en blijft een uitdaging tegenwoordig. Vroeger zag ik mezelf in één keer. Hé, ik heb mezelf al gevonden. Goedenavond. Nou, dat was evengoed nog hartstikke snel. Dat is heel erg fijn. Het is zo snel dat ik nou wel even wacht tot jullie een beetje binnen zijn gelopen. Want dat ging ineens allemaal razende snel. Ik kan ook mooi nog even een slokje drinken nemen. Want ontzettende dorst momenteel. Het is ook goedenavond. Het is ook nog steeds heel erg heet bij ons. Of in ieder geval klamvochtig weer. Dus het lijkt wel alsof we niet af willen koelen momenteel. Maar oké, het is wat het is. In dat kader, ik bedoel, het is al met al toch zomer, ga ook ik een creatie maken met leuke zomerdingetjes. Je kan het wel zien aan de schelpjes, die kan ik niet in de planner verwerken. Die zijn een beetje te groot, maar die vind ik wel heel leuk om te bewaren voor op een canvas. Of iets dergelijks. Dus die vind ik altijd wel heel erg leuk. En ik vond deze nog. Ik heb tussen mijn spullen gekeken van welk papier heb ik nog voor deze bladzijde in mijn planner. En ik vond deze en ik vond er nog meer. Ik vond van de Scrap Boys nog heel erg leuk zomerpapier. Ik vond deze van Stamperia. En ik vond deze nog. Oh, daar gaat mijn... De Ocean Deep van Craft O'Clock. Geen idee of die er nog is. Maar ik dacht van, ach, die neem ik mee. Wie weet kunnen we er nog iets mee. Ik heb van alles hier klaargelegd. Nou, ten eerste dat papier. Ik zal even mijn deze eventjes een klein beetje weghalen. Zo. Ja, het is allemaal leuk, hè? Alle papier is leuk. Het Ocean, die vind ik leuk. Die Sea Dream van Stamperia. Dat papier van de Scrap Boys. Alle leuk zomerpapier. Deze die is volgens mij van vorig jaar. Maar ja, het blijft natuurlijk ook geweldig leuk. Er zijn hele leuke tekstjes in. Dus misschien hebben we daar nog wat aan vandaag. En ja, je kan het zien. Het is gewoon echt super gaaf papier. Dus ik had nog best wel keuzestress wat ik wilde gaan gebruiken. En dit is de 20x20 trouwens. Hier leuke plaatjes. Die zijn ook nog leuk om te gebruiken eventueel. Maar de andere kant is ook leuk. Dat is altijd zo leuk, hè? Die keuzestress. Maar het is gewoon mooie kleurtjes. Met dat groen en dat blauw. En een beetje dat beige wat erbij zit. En hier zijn nog wat knipplaatjes. Dus wie weet komt het allemaal nog van pas. Ik hou het in elk geval bij de hand. Ik heb er van alles bij gepakt. Ik ga gewoon eventjes. Ik heb er shaker spulletjes bij gepakt. Want ik denk, ja, misschien is dat wel leuk om te doen. Ik heb van alles gestanst. Ik zal zo uitleggen waar dat allemaal van is. En ik heb de porthole page van de Planner Essentials. Hi Monique. Hallo Katrien. Hallo Carla. Ja, ik kan niet iedereen noemen, maar hallo allemaal. Hartelijk welkom. Ik ga gewoon hiermee aan de slag. Ik heb de porthole page van de Planner Essentials van Elizabeth Craft Designs. Heb ik twee keer gestanst. Eén keer gewoon van stevig cardstock. In dit geval heb ik volgens mij nog mixed media papier gebruikt, maar alla. En dit is van het designpapier. Ja. Nou, is het zo dat als je de 20x20 papier hebt, dat die net niet past. Hij houdt aan de bovenkant en aan de onderkant hou je een heel klein randje over. Ik kan twee dingen doen. Ik kan dat zo meteen wegknippen. Dan merk je verder niets in de planner. Of ik kan het kleuren met een beetje distressoxide of net wat we willen. Maar deze bladzijde, die wil ik gaan maken. Nou, zoals je weet, ik heb deze ooit met een hele andere setting gebruikt. Kun je deze leuk gebruiken voor foto's. Dus je zorgt dat je een foto hebt met de focus in het midden. Dan kan je hem knippen of met een ronde stans kun je het uitstansen in je achterplakken. Moet je zorgen dat je aan de achterkant wel iets eroverheen doet, maar dat is meestal geen punt. Nou, je kan hier natuurlijk eigenlijk van alles mee. Ik heb in dit geval spulletjes erbij gestanst, ook van de Planner Essentials. Dat zijn deze, die portholes met die hele leuke, van die
spijkertjes zeg maar erin gestanst. Die kunnen hier eventueel ook weer bovenop waar nodig. In de porthole stand zit ook dit leuke ankertje. En waar is hij? Ah, hier is deze. Ook het hele leuke wiel. En deze met hele kleine geëmboste cirkeltjes, de C-ster. Dus dit, oh en deze volgens mij ook nog. Dit is allemaal portal page. Er zit echt ontzettend veel in. Nu gebruik ik hem in de zomerzetting, maar dat hoeft niet. We hebben hem, een heleboel hebben hem al in een hele andere setting gebruikt. Gewoon een leuke stans. Omdat je ook heel leuk foto's erin kunt verwerken. Dan kun je dan rondmaken. Ik heb wat bloemetjes. Oh, ik moet niezen. Sorry. Ja, kriebelneus ineens. Even kijken hoor. Ik heb een paar van de Paper Flower collectie. Heb ik bloemetjes gestanst. Ik dacht misschien komt dat nog leuk van pas. Die moeten we dan nog wel kleuren. Ik heb van een andere set van de Planner Essentials. Heb ik deze twee gestanst. Die komen ook met een achtergrondstansje. Maar ik vond het wel leuk om ze zo open te laten. Die moeten we natuurlijk ook nog kleuren. Dus die dacht ik te gebruiken. En daar is ook nog deze schelp van. Wederom, die komt ook weer met een achtergrondstans. Maar ik heb dat expres niet gedaan. En deze. Ja, sorry. Ik had ineens een kriebelneus. En deze komen uit de Art Journal Specials Summer Kit. De Art Journal Specials Special Summer Kit of iets dergelijks. Maar er zit heel leuk zeewier in en een schattig zeepaardje. Dus ik denk, nou, die kunnen we er ook vast goed bij gebruiken. Nou, he, hele verhaal. Maar dat is wat ik allemaal klaar heb gelegd. En de stempels nog van de koffer, van de Time to Travel set van de Planner Essentials. Nou, even kijken. Ja, fijn dat jullie er inderdaad allemaal zijn. Het is echt veel leuker om dit met jullie samen te doen dan dat je in je eentje hier zit te kletsen. Nou is dat natuurlijk wel, ik zit hier in mijn eentje in de woonkamer. Maar door de opmerkingen en heb je toch een stukje betrokkenheid, vind het toch wel echt heel erg fijn. Dus dankjewel voor het kijken. Ja, ik denk dat er heel veel mensen al gebruik gemaakt hebben van de 10% korting in de webwinkel. Dat zou ik wel weten als ik jullie was. Dus ja, en inderdaad Monique, de lives zijn ook terug te kijken op het YouTube kanaal van Hobbyvision. Ik denk vanaf morgen, maar ik weet niet zo goed precies vanaf wanneer. Maar ze zijn inderdaad altijd terug te kijken. Ik ga beginnen. Ik ga deze nog niet plakken, want ik ga eerst met acetaat in de ondertussen plakken. En dan wil ik er van een van de drie, ik denk de middelste, een shakertje maken. Nou, dat hebben jullie al vaker gezien, dus hartstikke snel te doen. En misschien is het wel leuk om deze dan eroverheen te plakken, Summer. Want Summer, dat is het momenteel. Dat kunnen we niet ontkennen, met z'n allen. Wat ik ook nog heb, maar waarvan ik denk dat het te groot is. Ik heb nog van dat visnet. Ik zag dat het allemaal op was in de webwinkel. Dan kijk ik heel even Janine aan. Ik denk dat zoiets wel weer terugkomt. Ik denk alleen dat hij even te grof is voor deze bladzijde. Maar ik hou hem absoluut in de buurt. Want ik wil met die schelpen en met allerlei andere ja, leuke zomerdingen nog een mooi canvas maken. Dus we houden hem gewoon lekker in de buurt. En dan ga ik eens even kijken waar ik mee ga beginnen. Laat ik beginnen met deze. Laat ik beginnen met het kleuren, want dat is altijd leuk om te doen. En ik heb dit allemaal van 200 grams Florence aquarelpapier gestanst. Eigenlijk dus helemaal niks bijzonders, het is gewoon aquarelpapier. Maar ik moet natuurlijk nog wel een leuk kleurtje krijgen. Oh, visnet is uitverkocht bij de groothandel, maar ik denk, ken je Nina een klein beetje? Die houdt het wel in de gaten. Zodra het er weer zou zijn, komt het vast wel weer. Maar ik snap dat dat een populair product is. Maar ik ga hem niet gebruiken vandaag. Dan kan ik ook niemand voor het hoofd stoten dat het er niet meer is en ik gebruik het. Even kijken. Nou. Ik ga kleuren. Deze wil ik een beetje... Nou, je ziet de tinten van de bladzijde. Het is een beetje dat licht beige, wat groen, wat blauw. En ik denk dat zilver, of een beetje dat oud gemaakt zilver, wel heel erg leuk is hierbij. Dus ik dacht van nou, we gaan gewoon een paar verfjes erbij pakken. Op de grond is niet zo heel erg handig. Ik
ik laat vandaag alles vallen. Dus dan kan dit ook nog wel bij. En dan ben ik hem nog kwijt ook. Hij viel toch echt. Hoi. Nou, helemaal onder de andere stoel gerold. En volgens mij begint het nu bij ons te regenen. Dan zal mijn zoontje zo wel binnenkomen. Ja, dan zal mijn zoontje zo wel binnenkomen. Die is voetballen. En mijn man staat in Lierop op een festival. En ik heb gezegd dat hij tot 8:30 niet mag bellen. Want dan kom ik hem niet ophalen. Dus ben benieuwd. Die moet ook ergens zien te schuilen. Even kijken. Ik heb van Cadence een paar spulletjes erbij gepakt. Ik heb de zwart, of anthraciet zwart, kan je er ook heel goed voor gebruiken. Ik heb de Kilding Paint en dan de zilver. En ik heb wit. En met deze drie, plus, ook van Cadence, van die Distress, of wat is dat, Distress Paste of Patina. Ik heb de bruine roest erbij gepakt, daar kunnen we ook nog iets heel leuks mee. En ik heb deze nog. Die heb ik niet gelinkt trouwens. Maar ik heb nog mos. Daar kan je het ook een klein beetje oud mee maken. Dus we gaan dit oud maken. Daar heb ik uiteraard weer mijn babydoekjes bij nodig. Die had ik net ook hier liggen. Maar ook die zijn verdwenen. Nou, het gaat echt geweldig weg. Even kijken. Die had ik net. Oh, zie je? Ja, zie ik. Ik had ze net nog gezien. En ik denk dat ik heel even open moet doen voor mijn zoontje. Ja, twee spoorlood. Het is ineens heel erg aan gieten hier. Zo, nou, ik ben er alweer. Hij mocht voor mij heel even aanbellen als het begon te regenen. Het is even, want ik ben alleen, dus het is even een beetje chaotisch. Ik doe dit wel vaker met babydoekjes. Want daar kun je heel erg leuk, kun je de verf daarmee ja, sturen, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat ik even ga beginnen met de zwart. Designpapier is deze. De Sea Dream Romantic Collection van Stamperia. Erg mooi papier. Leuk zomers papier. Nou. Ik heb hem eventjes niet gebruikt. Dan heeft hij altijd zo'n plasticje. Klein beetje is eigenlijk wel genoeg. En dan ga ik er overheen. En ik doe dit vaak in laagjes. Omdat ik niet precies weet hoe ik het wil hebben. En als ik dan tevreden ben, dan stop ik ermee. En dit is gecontroleerd met een babydoekje acrylverf aanbrengen. En dat ik het op wit doe, zie ik niet altijd waar ik het precies heb gemist. Maar ik denk dat we hem aardig hebben. Dat is 1. Dat is 1. Dan gaan we hem ietsje lichter maken met zilver. Die rondje, ik ga zo meteen een shaker maken. Dan kan je zien hoe ik dat op de portal page doe in elk geval. Nou, moet er wel wat uitkomen. Ja, ook weer een klein beetje is voldoende. En dan ga ik er met de Gilding Paint zilver eroverheen. Dat is natuurlijk ook wel een beetje wat leuk is, hè, bij deze. Want het is een beetje een steampunk-achtige stans. Oh, lieve help, de hemel gaat open hier. Nou heb ik een beetje ja, zwarte ondergrond met her en der dat zilver. Dat is echt al heel erg leuk. En een beetje zien.
is gewoon echt ook al helemaal leuk. Klein beetje wit bij. Wax met een babydoekje. Het lijkt me wel. Dat heb ik eigenlijk nog niet echt geprobeerd. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat je dan wel ook heel snel laagjes wegveegt. Wat bij acrylverf de bedoeling eigenlijk ook een beetje is. Om het niet te laten zijn. Heel flinterdun laagje wit eroverheen. Voor het effect. Kijk. Oh, die is wel heel leuk, hè? Je hebt gewoon heel snel, heb je gewoon iets onwijs leuks. Ik zit me er zelfs nog over te betwijfelen of ik dat bruin erbij wil. Ik denk het haast van niet. Ik denk dat ik hem zo wel leuk vind. Misschien wel met een klein beetje mos. Nou, jullie hebben al... ja, Marion, ik denk dat Eindhoven en Helmond aan de beurt zijn. En dat andere delen het weer dat ze weer gehad hebben. Dat kan natuurlijk, hè. Hij is een beetje geroest. En hij heeft wat zeewier. Een klein beetje van dat mos erop. Wat een heleboel van ons ook wel in huis hebben, denk ik zomaar. Waar je van alles ook leuk mee kunt doen. Even kijken. Nou, het wordt alweer wat rustiger buiten. Het was heel even. Het was alleen maar heet vandaag hier. Heet, heet, heet. Even kijken. Nou, zo. Maar afijn, het is zomer en dan hoort het er ook een beetje bij. Ik denk dat ik deze even zo laat. Is dat een beetje te zien? Dus een beetje zilver glans zit erop. En die komt er straks op. Gaan we de volgende kleuren. Nou, deze mag wel even apart. Het visnet is even uitverkocht inderdaad. Daarom gebruik ik het ook niet vandaag. Ik wist niet dat het uitverkocht was, maar dat weten we dan nu. Maar ongetwijfeld mocht het weer komen, dan zo even een klein beetje mijn handen fatsoeneren. Deze ook even weggooien. Zo, pakken we even een nieuwe. Want er moet nog meer gekleurd worden natuurlijk, hè. We zijn er nog helemaal niet. Ik heb nog een ankertje. En een visje en een zeester. En ik heb nog een schelpje. En ik heb het zeewier, moet ik ook nog heel even kleuren. Het zeewier, dat kan ik vast wel even doen. Zo. Nou. Kijken of we dit ook zo kunnen doen. Ik denk het wel. Kijk. Netjes een beetje groen erop. Ik heb gewoon een paar groene inktjes die ik toch al had. Die heb ik erbij gepakt. Ik ben nog alleen maar aan het kleuren hoor. Je bent helemaal, niemand is te laat. Dus ik kan er zo invallen. Ik ben gewoon lekker alles wat ik gestanst heb een beetje in de kleuren aan het de kleuren aan het aanbrengen. Die natuurlijk ook wel een beetje past bij de rest. Nou, dit is het zeewier van de Art Journal Specials uit de Summer Special Kit. Blijft leuk. Zitten heel veel leuke dingetjes in.
Zo. Dat is die. Even kijken wat we nog meer hebben. Deze die kan ook nog wel met dat zilver. Ik doe het puur met een babydoekje, omdat ik dat nu even bij de hand heb. En omdat ik vind dat ik dan de kleuren mooi kan blenden. Ik weet helemaal niet of dat echt zo is, maar ik vind het babydoekje en ik zijn echt wat dat betreft helemaal happy. Je kan heel veel controleren met een babydoekje. Nou, dit is weer met de gilding paint. De zilveren gilding paint. Dan ga ik heel even mijn dochter vragen om een beetje zachter te doen. Ja. Zo dan. Die maken we gewoon een beetje zilver. En daar kan wel een beetje van de bruin op. Zo. Pasta. Ja, dat is een heel klein beetje nodig. Een beetje voor de verweerde look. En je moet gewoon gebruiken wat jij... Ik vind gewoon een babydoekje heel fijn. Je kan het gewoon heel goed controleren en acuut wegvegen als ik denk, oeh, dat was een beetje te veel. Die is wel goed. Deze die kan ook wel een beetje in dat kleurtje. Zo. Die zijn echt grappig om het zo opengewerkt te gebruiken, om het zo maar te zeggen. Zo dan. Een van de leukste klusjes om het allemaal een beetje zo te kleuren. Welke kleur vinden we leuk? Wat past er een beetje bij? Deze mag ietsje donkerder bruin. Die is helemaal leuk ook zo. Oh. Goed op slot doen. Anders droogt hij uit en dat vind ik niet zo heel gezellig. Dus dat doen we niet. Dat willen we niet. Daar doen we niet aan. Ik heb een beetje de neiging om de vis wit te laten voor nu. Dan hebben we deze nog. Die wil ik wel blauw. Zeepaardje inderdaad. Nu ga ik, wat is dit? De Night Sky. En ik heb nog de... Wat is een woord? Egan Blue. A-E-G-E-A-N Blue. En ik heb nog de turquoise gepakt. Maar ik denk dat die wat minder mooi past bij de rest. Ik denk dat ik dat blauw wel leuk vind. Misschien ook wel voor de vis. Die is en blijft ook schattig, hè? De vis gaan we ook blauw doen. Ja, Vera. Die babydoekjes, ik gebruik ze echt alleen nog maar voor freubelen. Ze komen altijd gigantisch goed van pas, overal voor. Maar ik denk dat mensen wel eens denken van, koopt ze nou nog steeds babydoekjes? Yep, alleen dan niet voor mijn kinderen, maar voor mezelf. Even kijken. Mijn handen weer een klein beetje fatsoeneren. Want als ik dit soort dingen doe, dan zit ik altijd helemaal onder. Ik heb geen fellere blauw inkt. Ik ben volgende week bij Hobbyfishen. Dan moet ik eraan denken om een donkerblauw inkt mee te nemen.
kan wel kijken als ik hem. Misschien ietsje donkerder wordt. Ja, dat is ook wel een mooi kleurtje. Nou, dat is die. Oh, we hebben de bloemen nog. De bloemen en deze nog. Dit is allemaal wel gekleurd. Draai hem even om. Deze wil ik ook een beetje in dat zilver. En die bloemen die kunnen ook wel in dat blauw. Ik heb natuurlijk ook wel die blendertjes. Even kijken waar die is. Deze heb ik ook. Hè? Dus als het moet, zouden we kunnen zeggen. Ik heb nog niet de nieuwe distress kleur. Ik had eigenlijk voor vandaag bedacht om de nieuwe in de distress kleur inderdaad te gebruiken. En het nieuwe Margaret My Time papier. Maar allebei waren gisteren en eergisteren pas binnen. En dan redde de GLS het niet meer om het op tijd bij mij te krijgen. Dus ander keertje met de nieuwe distress kleur die me ook echt ontzettend mooi lijkt. Zo. Dit zijn eigenlijk ook snoeteboenaars. Kijk maar. Toetendoekjes. Er zit niet zoveel olie in. Nou. Dan hebben we toch weer helemaal een leuk bloemetje erbij. En dan als laatste deze nog even. Een beetje blauwe bessen vind ik het. Die een nieuwe kleur. Het kan absoluut aan mij liggen. Misschien denken jullie wel waar heeft het over. Het doet mij een beetje denken aan een blauwe bessenkleur. Nou, deze gaan we even kijken of we die nog gebruiken. Maar dan heb ik ze maar klaar liggen. En de laatste. Dan hebben we toch alweer aardig wat gekleurd. Ja, we hebben volgende week Design Team Dag van de dames van Hobbyfishing. Dat is alweer een paar jaar geleden dat we dat gedaan hebben. Dus wel heel leuk. Dus dat gaan we volgende week doen. Dus vandaar dat ik in de buurt. Tenminste, dan zijn we in de winkel. Dus dan helemaal leuk. Dus ik heb mijn verlanglijstje al in mijn telefoon staan natuurlijk. Maar dat zal niemand verbazen. En ik denk dat ik dan ook maar meteen dan de nieuwe kleur zo probeer mee te nemen. Een beetje nat. Even kijken. De shaker. Nu alles gekleurd is. En gestanst is. En gekleurd is. Ga ik met de shaker beginnen. We gaan gewoon live vanuit de winkel, Janine. Kan ons het schelen? Nou, misschien wel even leuk om ons te laten zien dat ze aan het doen zijn. We zijn met iets heel leuks bezig, hè? Als we in de winkel zijn. Dan doen we gewoon een soort sneak peek filmpje. Zoiets. Nou, ik heb acetaat. Dat zien jullie geweldig goed natuurlijk. Maar dat is nou eenmaal doorzichtig. Dus ik kan er weinig aan veranderen. Oh. Ik knip even twee stukjes af. Zo.
Ja, Tiet, ik heb er ook zin in. Nog een week, ja. Ik moet nog van alles regelen voor mijn kinderen, maar mijn man blijkt er niet te zijn. Maar goed, we gaan het allemaal proberen te regelen. Nou, moet ik ongeveer iets groter dan het rondje knippen? Dat kan natuurlijk ook als je een stans hebt of zo. Maar die had ik zo even, 1, 2, 3, niet in de buurt. En wat ik eigenlijk wil bewerkstelligen, is dat ik hem hierop kan plakken. Het is natuurlijk veel handiger als je een ronde stans hebt die eigenlijk net even wat groter is, maar die heb ik niet, dus ik doe het eventjes op deze manier. Ben ik er al bijna? Nou, ik vind het altijd wel heel erg leuk hoor, om naar de winkel te gaan. Dus voor mij ook. Vorige keer heb ik op de heenweg 2 uur en 20 minuten erover gedaan, geloof ik. Toen was er van alles aan de hand op de weg. Dus ik hoop dat het dit keer de weg een beetje vrijer is. Volgens mij wel. En dan hoop ik er toch met 2 uurtjes of zo te zijn. Dan gaan we er een leuk dagje van maken. Er zijn een heleboel dames die van ver komen, dus we zijn de enige niet. Nou. Ja, Ties doet er ook bijna 3 uur over, hè? Even kijken. Ik ga deze eerst eens even opplakken. Laten we daar maar mee beginnen. Waar is mijn tacky glue? Hier. Nou, ik vind het gewoon wel de moeite waard om zo af en toe die kant op te rijden. Combineer dat natuurlijk wel vaak met iets, hè? Nou, onderkant is geplakt. Dan ga ik met de foamtape aan de slag. Ik heb hier het shaker materiaal alvast klaargelegd. En ik heb dat enorme ding. Deze. Die is volgens mij niet eens meer, maar je hebt wel van ook hele grote rollen nog ervan. Maar het gaat allemaal snel genoeg. Dit spul. Even kijken. Waar het begin is deze keer? Oh, hier. En dan ga ik een rondje proberen te maken. Dat is me ooit eerder gelukt. Dus ik hoop nu ook. Oh, stoot ik bijna alles om. Met de aanhanger. Nou, ik heb wel een lijstje hoor, Anneke. Maar met de aanhanger doen we maar niet. Ik ga met een foamstripje dit een beetje buigen. Op het rondje, al zo gezegd. Zodat ik wat hoogte krijg. En dan merk ik dat acetaat nog niet 100% vast zit, maar dat komt. Ik wil natuurlijk ook weer veel te snel en zo. Dan kan ik hem mooi even afknippen. En dan kan deze hier overheen. Oh, dat heb ik natuurlijk niet zo heel slim gedaan. Ik had hem hier overheen moeten doen, tuurlijk. Ja.
Dat heb ik niet slim gedaan. Hoe ga ik dit oplossen? Ik kan hem natuurlijk wel zo doen. En hier een nieuwe acetaat klippen. Oh, we zijn allemaal niet voor één gat te vangen, hè? Ik heb dan wel altijd, als ik dan weet dat ik naar de winkel ga en ik weet ook dat ik bepaalde dingen wil hebben, zoals die nieuwe kleur distressoxide zou ik graag, de distressoxide ervan. Dan denk ik, och, moet ik dat misschien niet al eerder bestellen, want straks is die uitverkocht. Erg, hè? Denk ik, nou, hebberig. Nee, we maken allemaal wel eens, ik zat gewoon niet helemaal, ik zit dan mee te kijken met jullie en ik zit te kletsen en dan zit ik gewoon niet goed op te letten en dan... krijg je dit soort dingen. Maar weet je, het is meestal gewoon weer op te lossen. Dus ach, hè. Nou, deze is ook klaar. Tacky glue. Ja, Janine, ik moet het maar gewoon bestellen, hè. Ik denk ook wel dat dat een goede is. Nou, kan ik wel gaan lijmen. Kijk, die komt hier bovenop. Die komt dan hier. Die komt hier. En dan een chique materiaal ertussen, Rihanna. Ook leuk. Ja, dus ik denk dat ik toch nog maar wat ga bestellen. Voordat ik er zaterdag ben. Ernstig. En dan wil ik natuurlijk de gewone distressoxide, maar dan wil ik ook de oxide spray. En dan wil ik eigenlijk ook de glaze. En dan, nou ja, goed, uiteindelijk heb je bijna de hele set. Dat is echt erg. Ah, fijn. We doen het ermee. Ja, nou lijkt het me dat het iets meer klopt. Ja, Tietz die zegt hetzelfde. Ik ben niet de enige. Nou. Ja, want dat, je stel je toch eens voor dat we de... komt goed hoor, er zit al een verhoging op. Stel je voor dat we misgrijpen, hè? Met z'n allen. Ik heb een beetje van het blauw en ik heb ook nog een beetje van dat wit. Nou ja, gebruik wat je hebt, hè? Zo dan. Nou, een beetje stil. We moeten even passen en meten. En wat ik net ook al zei, ik hou een randje over, omdat dat 20 bij 20 papier net niet genoeg is, goed is voor deze stans. Maar of je knipt het af, of je geeft het een kleurtje. Ik denk dat ik het af ga knippen. En deze mag hier op. Nou, dat is toch leuk. Shaker, shaker. Yeah.
in de winkel kunnen laten als je het in de winkel kunnen laten opsturen. Ja, god ja, het scheelt weer wat ballast in de auto. Geweldig. Ja. Kijken of het nodig is om die erop te doen. Ik denk dat het net gaat. Nou, dit is eigenlijk al niet zo heel moeilijk als je niet... ik had eventjes een foutje gemaakt, maar dat is weer allemaal goed te corrigeren. En dan ga ik de summer erop plakken. En dit moet ik straks eventjes wegknippen, maar dat komt goed. Nou, dat is één rondje klaar. Zie je? En de achterkant kan ik dan straks nog maken zoals ik wil. Dan heb ik eigenlijk aan twee kanten meteen een shaker. Hartstikke grappig. Ik ga het wegknippen. En dat geeft niks, want ik vind het juist leuk om in de planner allerlei formaten aan bladzijden te hebben. Maar ik had hier niet de 30 bij 30 van, qua designpapier, maar zo zie je maar. Overal is weer een oplossing voor. Het komt allemaal goed. Volgende. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit dat hier... wel gewoon een heel rondje op zit, want dat past eigenlijk allemaal weer perfect bij elkaar. De andere rondjes. Nou, daar kunnen natuurlijk ook weer foto's achter. Hè? Het is maar net wat je leuk vindt om te doen. Ik heb hier wat plaatjes nog van het stansen, om het zo maar te zeggen. Nou, die passen natuurlijk niet. Die zitten er vallen er feitelijk gewoon in. Hè? Zo moet je dat zien. Daar kun je op meerdere manieren mee omgaan. En ik denk dat ik de achterkant straks gewoon helemaal even, tenminste grotendeels even ga maken. Dit hou ik gewoon open, want dat is leuk als shaker. En dan denk ik dat ik dit plaatje ga gebruiken. Maar je kunt hier dus gewoon een foto voor gebruiken. Dat is helemaal aan jou. Ik ga in dit geval gewoon eventjes een plaatje gebruiken. Ik vind deze niet zo heel leuk. Ik vind deze wel mooi. De zee. De zeezicht. Dan ga ik een beetje tape pakken. Mag ook plakband zijn. En dan ga ik dit onder dat cirkeltje vastplakken. Wordt hem niet. Dat moet doorzichtig. Ik kan ook aan de achterkant vastplakken. En wat ik dan doe, is de achterkant anders. Die ga ik dan dichtmaken, om het zo maar te zeggen. Dus even kijken of hij goed zit. Hij zit zo goed. Maar dit komt gewoon puur omdat dit een uitgestanst rondje is. Dus het past gewoon precies, om het zo maar te zeggen. Maar daar valt altijd weer een mouw aan te passen. Oh, shop in de winkel is absoluut leuk. Zo dan. En deze mag hier op. Dat is die. En ik ga nog meer doen, hè? Maar dit is eventjes om de rondjes op te vullen. Je kunt hier gewoon een foto inzetten.
mocht je dat leuk vinden. Hier ga ik ongeveer hetzelfde doen. Ik ga de vis laten zwemmen. Ik zag laatst Jeannette een rondje door de winkel en denk, oh, het is toch ook leuk, hè? We mogen bijna weer, we mogen bijna weer. En ook hier komt zo'n porthole op. Die we eigenlijk gewoon simpelweg gekleurd hebben met van die zilveren gilding paint van Cadence. Nou. Ik gebruik plaatjes. Als jij foto's wil gebruiken, gebruik je foto's. Dat maakt niet zoveel uit. Wat nu leuk is om te doen, is om alles wat we klaar hebben gemaakt te gebruiken. En dat kan op meerdere manieren. Laat ik beginnen met de bloemetjes. Even snel in elkaar plakken. Ik vind het wel lekker ook hoor, die dagjes ontspanning. Even eruit. Het is allemaal alweer druk genoeg. Het hele leven is gewoon weer helemaal als vroeger blijkbaar. En aangezien ik net begonnen ben bij een nieuwe baan, en dat kost ook altijd een hoop energie, is het wel fijn om in de weekenden even eruit te zijn. Die zijn leuk hè, die passen er ook echt helemaal super goed bij. En die wilde ik gebruiken met het zeewier op de een of andere manier. Dus die pakken we er ook heel even bij. Jo. Moeten we op blijven zitten natuurlijk. De zeewier. Die komt hier. En de bloemetjes er een beetje onder, denk ik. Ja. Ja, Jeannette zit altijd dicht bij het vuur, hè? Het lijkt me ook wel vreselijk gevaarlijk. We horen Janine ook al 100 keer zeggen dat is voor Bassie, maar dat snap ik ook 100%. Zou voor mij net zo gelden als ik er zou werken. Veel te verleidelijk allemaal. Ja, die bloemen zijn leuk, hè? Zo dan. Passen er echt super leuk bij. En misschien het zeepaardje. Oh, die past, kijk, die past er nou toch ook geweldig bij qua kleur. Soms moet je ook gewoon een klein beetje doorzetten. En denken van, nou, dat is volgens mij super leuk om te doen. Schelpje aan deze kant of aan de andere kant? Nee, niet hier. We zullen wel een beetje pielen, hè? Kijken wat waar leuk is. Het is best wel leuk zo, hè? En ondanks dat je dan zelf kleurt en van alles gebruikt om te kleuren. Je kunt ook op potloden kleuren, hè? Dat maakt natuurlijk verder niet zoveel uit voor... Het is maar net wat jij leuk vindt en mooi vindt om te gebruiken. Ik kan het wel een klein beetje laten zien met de shaker. Ik wil natuurlijk nog leuke enhancers erbij. Kijken wat we hebben nog. Zo dan. Ach, dat is toch super cute. Hoop, moet hij wel blijven zitten.
dat is superleuk. Ja, en dat was één. Nou, keuzestress, Marianne. Ik vind de porthole page een hele grote zet. En er zitten al die dingetjes zitten er allemaal al in. Dit hele gebeuren is allemaal uit één set. Het scheelt wel, hè? Niet 10 sets te kopen. Ik wil toch echt per se deze gebruiken. Dus die zal een beetje hier komen. En dan... Puzzel. Ik vind het altijd te veel leuk om dan weer te gebruiken. En dan weer dit erbij. En dan weer dat erbij. En dan... Uiteindelijk dan wordt het leuk. Ik wil die toch ook nog wel gebruiken. Ik ga die even opplakken. Ja, dat is waar, Vera. Er zit niet zoveel, hè? Het valt mij op dat het of een beetje in het oosten van het land is, waar ook hobbyfishing zit, zitten meerdere... Ja, die regio, niet allemaal boven op elkaar, maar wel een beetje in die regio zit van alles. Maar ook in het midden en meer de westkant van Brabant. Daar zitten ook een aardige wat winkels. Maar bij mij in de buurt zit ook niet veel. Maar ik ga graag mijn hobbyfishen. Dus het maakt me niet zoveel uit. En anders hebben we altijd nog de webshop. Ja, dit kan je uitstekend ook gebruiken voor kaarten. Ja. Tuurlijk. Ik ben nou eenmaal een planner mens. Ik vind het leuk om mijn foto's te verwerken in een planner. Ik gebruik het eigenlijk een beetje als scrapbook, hè. Dat is hoe ik mijn planner vaak gebruik. Maar je kunt er natuurlijk helemaal van alles mee doen wat je zelf wilt, hè. Nou, lang leven de webshop, hè. Er verdwijnt wat dat betreft best wel veel aan winkels, et cetera. Dus we zijn blij, denk ik, met alles wat we nog kunnen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben nooit zo van de hele drukke bladzijden. Dus dat ik het eigenlijk al hier nog even wat knip. De enhancers erop. Op die gaatjes iets leuks. En dat ik dan denk dat ik het eigenlijk wel goed vind zo. Dat is echt typisch ik, hè. Dan ben ik bezig en dan denk ik van nou, hier ga ik dus helemaal overheen, hè, met iets. Want het is eigenlijk wel prima zo. Dat heb ik dan toch al heel erg snel. Ik denk dat we het hierbij moeten laten. Want ik denk dat als ik er nu nog meer bij ga doen, dat ik het te druk vind. Dat ik dan denk van nou... Het is misschien nog een paar dingetjes. Ik vind het al snel te druk. En ik vind dat stuur wel onwijs leuk om ergens op te gebruiken. Maar ik weet niet zo goed waar ik dat dan hebben wil. Misschien toch hier. En deze dan daar. Maar dan vind ik het eigenlijk wel genoeg. Anders krijgen we ook nog de vis. Dat wordt een beetje too much. Die bewaar ik gewoon voor een ander keertje. Net als de zeester. Ik stans altijd wat en dan kijk ik wel ter plekke wat ik leuk vind om wel of niet te doen. Maar ik denk dat ik het zo ga houden. Is toch hartstikke grappig zo? We hebben het meeste nog zelf gekleurd ook. Ja, ik denk dat dit hem moet worden. En dan blijven we volgende week nog heel even in het zeethema. Maar de zomer is dan ook nog niet voorbij. Dus dat moet ook zeker kunnen. En ik denk dat ik dit zo laat. Ja, ik ben eigenlijk wel tevreden. Nou,
Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik vind het super gezellig dat jullie er zijn. En ik ben er volgende week sowieso weer. En dan ga ik verder met het zeethema, maar dan met een hele andere collectie. Met waarschijnlijk de nieuwe collectie van Pronti. En dan gaan we weer een heel ander soort creatie maken. Maar ik vind het wel leuk om af en toe gewoon lekker een bladzijde in mijn planner te maken. Dus dat heb ik vandaag gedaan. Ik ga jullie heel hartelijk bedanken. Een heel fijn weekend wensen. Hopen dat jullie de lives leuk vonden vandaag. En tot volgende week. Doeg, doeg!